Het is maandagmiddag 10 maart. De selectie van FC Groningen wordt door Andreas Bluhm, directeur van het Groningen Museum, welkom geheten voor een bijzonder museumbezoek. We dachten, Groningen Museum, FC Groningen, dat zijn een beetje de iconen van de stad. Hoe krijg je die bij elkaar? Nou ja, wij kunnen niet zo goed voetballen, zij waarschijnlijk niet zo goed schilderen. En het was het idee van José Selbach, onze persvoorlichter, te zeggen, nou, iedereen fotografeert, iedereen heeft een smartphone, laten we het nog elkaar fotograferen. Het leuke is, als je elkaar fotografeert, heb je de foto van speler 1 van speler 2. Dus je hebt eigenlijk dubbele waarde. Jullie zijn allemaal gekoppeld, 2 aan 2. Jullie gaan dan met een begeleider vanuit het Groningen Museum een ruimte in. Daar mogen jullie elkaar fotograferen. Dus het museum is van jullie. Maar voordat dat zover is, wordt er eerst nog een groepsportret gemaakt door Volkskrant-fotograaf Harry Kok. Hij staat de speler straks ook bij met raad en daad bij het maken van de portretten. Hij is heel bekend ook van de Volkskrant en andere dingen. Hij maakt zelf tentoonstellingen. En we dachten, nou ja, we moeten wel iemand een bekende figuur hebben die desnoods over tips kan geven. Ik heb de flits eruit gezet. Want een flits recht op je gezicht is gewoon niet mooi. De locaties waar we naartoe gaan, die zijn heel mooi qua decor. Dus mooi, er valt steeds mooi licht. Waar je moet letten is dat je een portret maakt van elkaar. Dus geen kiekje, niet al te veel lachen en jolig. Gewoon echt iets serieus, een beetje een portret. Gewoon zoals je erop zou willen staan. En de ander maakt het van jou zoals jij het graag zou willen zien. Selfies tellen niet mee. Kijk ondertussen om je heen, hè, wat je ziet. Als achtergronden, als licht. Dit is eigenlijk een kant-en-klare studio. Hier kun je zo beginnen. Mooie grijze achtergronden, gratis licht, zo, waar je met je gezicht in kunt gaan zitten. Je kunt elkaar op stoelen neerzetten, zitten, liggen, tegenlicht, staan, vormen. Het is hier, je hebt hier van alles om je heen. Maak er gebruik van. Je mag gek doen, maar het is mooier als het een beetje indrukwekkende portretten worden, dat je echt ziet, daar staat iemand. De achtergrond is heel belangrijk voor een portret. Daar is mooi, met het station op achtergrond. Ik zie helemaal niks meer. Nee. Tegenlicht, hè? Ja, dat kan, het kan mooi zijn. Allee, dat hoofd is een beetje jammer. Nou, dan doe je hem zo. Staand zoals het heet. Zo. Ja? Nou, kijk hier. Kijk. Wil je zo aan de muur hangen bij mensen? You want on the wall like this or you want on the wall like yourself? Yourself, oké. Okay. Ik zou zeggen without the cap. You have nice black hair, black suit? Oké. Okay. Yeah, straight in the camera. Zie? Fantastisch. Ja, nee, gaaf. Gaaf. Die willen alle vrouwen wel hebben. Maar als je zeg maar groothoek gebruikt, hè, dus als je breedbeeld gebruikt, dan krijg je dat beentjes vaak heel kort of kort worden en een gekkig bovenlijfje. En naast deze nogal technische verhandeling had Harry Kok nog veel meer tips voor de gelegenheidsfotografen. Nou, bijvoorbeeld dat je heel goed moet opletten hoe je moet kadreren. Dat je niet ineens een paar voetjes half in beeld hebt. Of dat je ook wel bijvoorbeeld iemand kan afsnijden van boven. Of dat je een beetje dingen kunt verplaatsen in beeld. En dat je op moet letten op je achtergrond. En dat je ook tegen het licht in dingen kunt doen. Dat soort dingen. Dan snij je tot hier af, zo. De leukste foto's die gaan we tentoonstellen in het museum en in de Euroborg, is de bedoeling. En dan wordt er een soort limited edition geveild voor het goede doel, Make-A-Wish van de stichting van de FC Groningen in de maatschappij. Probeer ook close-ups, dichtbij. En zoek maar naar die lichtplekjes, er is van alles. De foto's worden vanaf maandag geveild op onlineveilingmeester.nl en maandagavond tijdens het jaarlijkse Make-A-Wish-gala. Kijk, zie je dat? Ja. Maar ze doe maar. Zo mooi, hè?
Jawel, mooi. Nee? Karakteristieke kop heet dat, zeg je dan, hè? Wat zeg je? Karakteristieke kop. Ja? Een kop met karakter. Vind je? Ik wel.